in de studio is aangeschoven. Wethouder Ten Kate, wethouder in Nederweert. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, heel eventjes, zodat we het weer even helder hebben wat jouw portefeuille is. Een hele mond vol, maar je bent verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, de omgevingsvisie van het buitengebied, duurzaamheid, natuur en klimaat en ook nog monumenten en erfgoed. Ja, had je woningbouw ook genoemd? Ja, ja, die staat erbij. Ja. Volkshuisvesting, zoals ik dat liever ja, precies. Ja. Klopt. Ja. Hey, hoe, je bent nou in april, mei zijn jullie begonnen. Klopt. Ja. Hoe bevalt het? Ja, een half jaar geleden en nog wat weken. Inmiddels zijn we verder. De tijd vliegt. Ja. Ik ken dat goed meestal is een goed teken. Ja, zeker. Ja. Dus in dit geval ook. Heb je het naar je zin? Ik heb het zeker naar de zin. Ja, het is heel intensief. Het is heel erg leerzaam. Het is allemaal heel erg complex. Maar dat maakt het wel ontzettend leuk en boeiend om te mogen doen. Ja, nou, ik maak me prima. Nou, dat is mooi. Daar ben ik blij om. Ik dacht, ik moet heel even met jou eens even weer over een paar dingen hebben. Onder andere om even te beginnen over het buitengebied, het platteland in Nederweert. Ja. Het gaat in de media en het nieuws gaat constant over stikstof hier, stikstof daar. Ja. En een van de termen die je in die hele stikstofdiscussie hoort is bijvoorbeeld grip piekbelaster. Piekbelasters, ja. Dat zijn die bedrijven die de meeste stikstofuitstoot hebben. Zijn die inmiddels in Nederweert bekend wie de piekbelasters in de gemeente zijn? Ja, het is lastig omdat als we het in beleidstermen hebben over piekbelasters, dan komt daar een hele definitie bij kijken. En het is vaak niet helder welke definitie dat dan precies is of welke definitie gebruikt wordt. Mm-hmm. Het is geen geheim dat er in Nederweert ook een aantal bedrijven zitten die gewoon fors van omvang zijn. In veel gevallen ook een fors stikstofuitstoot hebben en een stikstofdepositie, om nog even wat technisch te maken. Dus daar hebben we in zekere zin wel een beeld. Ja. Dat hebben ze bij de provincie ook, hebben ze bij de Rijksoverheid ook. Toch de overheden met wie we dat ook samen moeten gaan oplossen. Ja. Wat we nu in Limburg zien, en dat is wel heel goed, is dat we vooral kijken naar welke bedrijven zijn toch voornemens om te stoppen. En hoe kun je dat op een vrijwillige manier doen. Om uit die technische discussie weg te kunnen blijven. Ja, nou daar wil ik het zo meteen over hebben. Heel even terug naar die piekbelasters. Je zegt, we hebben wel een beetje een beeld wie dat dan zijn. Waar zitten die in de gemeente? Waar zitten die? Ja, zitten die in de buurt van natuurgebieden? Zitten die midden tussen bewoning? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, niet zozeer midden in de bewoning zitten er wel een aantal die ook uitdagingen hebben op het gebied van fijnstof. Mm-hmm. Rondom de Peel valt dat wel mee, want we hebben rondom de Peel, in ieder geval aan de Nederweerse zijde, hebben we eigenlijk al in de loop der jaren een soort bufferzone opgebouwd waarin de bedrijven eigenlijk al weg zijn, al vertrokken zijn. Dus er zit wel een gezonde buffer tussen de Peel en de agrarische bedrijven. Mm-hmm. Want er wordt gezegd nu van om de Natura 2000 gebieden, mm-hmm, zoals dat dan heet, te beschermen, moeten we zorgen dat de grote uitstoters die daar echt naast zitten, in de buurt, mm-hmm, zitten, daar weggaan. Ja, klopt. En dat hebben we in Nederweert, ik zou bijna kunnen zeggen, tijd ver vooruit, mm-hmm, hebben die bufferzone als het ware al ingebouwd. Ja. Je ziet wel rondom Sarsven en de Banen, in Nederweert eind, ook een Natura 2000 gebied, zitten de bedrijven nog wel wat dichter erop. Dat is wat een grotere uitdaging, moet ik zeggen. Ja, en wat maakt het daar een uitdaging? Wat er daar een uitdaging maakt, is dat daar een aantal bedrijven zitten waarvan je eigenlijk zegt, als gemeente, maar ook als maatschappij zou zeggen, van dat zijn eigenlijk hele mooie bedrijven, eigenlijk hele prettige bedrijven die om erbij te hebben. Een melkveehouderij bijvoorbeeld, die een tras heeft, eigenlijk ook als het ware de natuurpoort is voor, mm-hmm, voor Sarsven en de Banen, waar je terecht kunt voor kaas en allerlei andere lekkernijen. Die ook duurzaam idee heeft voor de toekomst, waarin onder andere stikstofreductie zit. Dus we zijn met zo'n boer zijn we goed in gesprek van hoe kun je dat op een goede manier bij elkaar passen binnen de context waar we mee te maken hebben. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook een stukje verderop, een kalverhouder, een jonge kalverhouder die eigenlijk nog zijn hele leven boer wil blijven. Ik heb hem ook een aantal keer gesproken en dus past hij er eigenlijk vanaf. Alleen ja, dan zit je met elkaar wel een gesprek te voeren van is dit de meest ideale locatie zo een paar honderd meter van de Natura 2000 gebied af en hoe kunnen we daar op een goede manier mee omgaan. Ja. Daar zijn we moeilijke gesprekken en moeilijke uitdagingen. Maar waarvan ik wel denk, als je daar vanuit betrokkenheid als overheid en vanuit een open houding vanuit een ondernemer, dat je daar wel uit kan komen. Daar geloof ik echt in. Ja. Je had het net al over die bedrijven in Limburg die zich, er zijn er nou 25-tal, die hebben gezegd van joh, wat ons betreft, of het nou met opvolging te maken heeft of andere ideeën die erachter zitten, wat ons betreft mag het stoppen. Die hebben zich vrijwillig laten aankopen, zoals, mm-hmm, dat heet. Ja. Daar waren er 7 van uit het Weerterland, 5 van uit Nederweert. Ja. Heb jij als wethouder, heeft het gemeentebestuur daar een actieve rol gespeeld in de gesprekken met die bedrijven, die 5-tal, die nu hebben gezegd van joh, voor ons mag het wel stoppen? Nou, in meer of mindere mate.
Sowieso zijn we goed met onze ondernemers in gesprek over hun toekomstplannen. Dus van het overgrote deel van de ondernemers in onze gemeente weten we min of meer wat hun toekomstplannen en ideeën bij de toekomst zijn. Mm-hmm. Zie je ook vaak inderdaad, je noemde het al, een boel bedrijven die geen opvolger hebben. Mensen die op leeftijd zijn, die sowieso al aan het nadenken zijn over hoe ga ik er op een goede manier een eind aan breien. En dan zie je in dit soort gevallen dat een opkoopregeling daar een goede mogelijkheid voor biedt. We hebben ze wel begeleid. Met die mensen in gesprek om tegen hun te zeggen van joh, is het niet slim om daar eens over na te gaan denken? Nou, meestal komen die ondernemers daar zelf mee. En dat vind ik ook het mooie. Het zou ook niet voor mij prettig voelen als ik een ondernemer ga vertellen dat hij die moet stoppen. Mm-hmm. Zeker niet als er ondernemers zijn, waaronder een aantal van deze er ook onder vallen. Die eigenlijk van zichzelf al willen stoppen, zoals ik al zei. Geen opvolger op leeftijd enzovoort. Ik vind het ook veel belangrijk. En de provincie Limburg die pakt dat gelukkig goed op. Om eerst naar die bedrijven te kijken. Er zijn ook de makkelijkste slagen mee te halen. Daar kom je best makkelijk. Of makkelijk, dat is het niet. Want het is vaak wel een hele moeilijke keuze om te maken als ondernemer. Mm-hmm. Maar je kunt daar wel het goede gesprek mee voeren op basis van vrijwilligheid. En je ziet nu in Limburg, ook ten opzichte van een boel andere provincies, zie je af en toe wel eens misgaan daar. Zie ik in Limburg dat het wel goed kan op een goede manier. Ja, nu hebben jullie er 5 stuks die ze nou vrijwillig hebben aangegeven. Voor mij is het goed zo. Ja. Hoeveel hebben we er nog nodig om ervoor te zorgen dat in de buurt van die Natura 2000 gebieden het beter wordt? En dat die stikstofreductie in Nederweert echt omlaag gaat. Hoeveel extra vrijwillige uitkopers hebben we nog nodig? Ja, dat is een hele technische berekening komt daar dan bij kijken. En, is dat niet te zeggen van dat ze hebben nog 10 boerenbedrijven nodig? Nee, dus in die zin is dat eigenlijk niet te zeggen. Dat is heel erg afhankelijk van welke bedrijven dat dan zouden zijn. Welke bedrijven er overblijven. Wat die ook in hun bedrijfsvoering misschien gaan aanpassen. Dat ze van zichzelf minder stikstof uitstoten. In die zin is het wel een heel dynamisch proces. Maar en dat is ook het laatste wat ik wil doen als het ware. Zeggen van er moeten x aantal bedrijven moeten er stoppen. Mm-hmm. Ik probeer ook vooral te kijken naar bedrijven die doorgaan. En de manier waarop die dat op een duurzame manier kunnen. Ja, die ook in de toekomst boer kunnen blijven. Ja, ik sprak een tijdje terug Marieke Manders. Raadslid van GroenLinks in Nederweert. Zij vertelde me dat ze twijfels had bij of er genoeg urgentie was voor het hele klimaatprobleem en de stikstof. Het geheel wat erbij komt kijken. Is die urgentie er? Zeker is die urgentie er. Ja, die urgentie is er bij ons allemaal. Alleen je merkt op het moment dat je daar handen en voeten aan moet geven. Dat je vaak in technische discussies komt. Maar B, dat er ook gewoon hele moeilijke keuzes zijn te maken. En dat we voor een heleboel uitdagingen voor de toekomst op dit moment ook niet alle oplossingen beschikbaar hebben. We weten wel heel goed welke richting het ingaat. Ook bijvoorbeeld als het gaat om stikstof, als het gaat om fijnstof enzovoort. Daar kunnen we tot op zekere hoogte kunnen de handen en voeten aan geven. Maar voor een heleboel dingen moeten we ook nog de dingen bedenken. Ik denk dat we dat echt met elkaar moeten doen. Wij als overheden, ook met andere overheden, maar ook met ondernemers zelf en inwoners. Die hebben daar vaak ook hele goede ideeën voor. Ja. Maar iets anders waar we druk mee bezig zijn is ook hoe gaan we de verdrogingsproblematiek bijvoorbeeld in de pil oplossen. Want ik geloof er heel erg in, dat hoor ik ook van ecologen die bezig zijn met de pil. Ja, op het moment dat je de waterhuishouding in de pil goed op orde krijgt en houdt. Ja, dan is die ook veel bestendiger tegen stikstof bijvoorbeeld. Ja, dus het is dus een hele dynamische situatie waar je als het ware op dit moment in zit. Ja. Hier hoor je thuis.